Olaf is gebleven om op de kleine Elsa te passen. We hebben een hele dag. Wat wil je gaan doen? Vliegtuig? Oh, wat is er gebeurd? Nee, alsjeblieft. Oké, cool. Wat doe je als een baby huilt? Aha. Je moet een sprookje voorlezen of haar tekenfilms laten zien om de baby in mijn armen te nemen. Ik heb het al gedaan. Niks werkt. Ik moet een ambulance bellen. Wie heeft er om een dokter gebeld? Ik. Rustig aan alsjeblieft. Wat is er gebeurd? Waarom huilt de baby? Eens kijken wat er in de EHBO-doos zit. Een fopspeen. Phew. Elsa is blij. Het is eindelijk rustig. Olaf bereidt de kinderen voor op een wandeling. Kinderen, zijn jullie klaar voor een wandeling? Oom Olaf is er. Kepje. En jij, Elsa. Wees braaf, meiden. Ga naar de kinderwagen. Goed gedaan, Anna. Het is jouw beurt, Elsa. Phew, ik heb het gedaan. Laten we het lab van Olaf binnensluipen. Een recept voor sneeuw is verborgen in een van de boeken. Laten we ons opsplitsen. Wauw, dit is cool. Zoveel vreemde bollen. Nou, eens kijken. Ik heb het gevonden. Wauw, wat zit er in het recept? Een beetje poeder en zeer. Oeps. Oké, te veel. Kijk uit, het gaat ontploffen. Wauw, zoveel sneeuw. Wat doe jij hier? We wilden een sneeuwballengevecht houden. Kom met ons mee. Zo leuk. Het zou eeuwig duren om op deze plek op te ruimen. Maar voor nu, veel plezier. Kleine Elsa speelt met haar vriendin. Hé, jij. Je kan je voor mij niet verstoppen. Oké, ik heb het gevonden. Wat zal ik zijn zonder jou? Wil je dat ik kook? Yes, eten! Geniet ervan. Een lepel voor jou ook. Bon appetit iedereen. Olaf speelt sneeuwballen met de meiden. Pas op, 2-1. Ik ben niet bang voor je. Oh, waar zijn ze? Vrienden hadden veel plezier. Wauw, Elsa geeft een feestje. Iedereen is uitgenodigd. Mijn beste PR-manager, het is versiertijd. Oh, we komen niet op tijd. Meer drankjes. Breng de taart alsjeblieft. Perfect. Phew, het is ons gelukt. Sneeuwbalje zal onze gasten vermaken. Yes. Hoi Elsa, we hebben cadeautjes meegebracht. Je hebt geweldig gedaan. Dank je, dank je. Dit is voor jou. Alle gasten hebben plezier. Maak je klaar voor onze geheime gast, Olaf. Geef hem een applaus. Laten we dit publiek in vuur en vlam zetten, lieverd. Ja, yeah. Dit feest ging verder met Elsa's liedjes. Wat een geweldige nacht. Dit is het beste feest dat Arendelle ooit heeft gezien. Saai. Wat moeten we doen? Wauw, een schminkpalet. Laten we het proberen. Zussen sminken voor elkaar. En Olaf? Laten we het schilderen terwijl hij slaapt. Schattig gezicht. Oh, laat hem laten zien. Hé, hey, wat is er aan de hand? Wauw, je hebt me geschilderd. Mijn beurt. Snorharen ook voor jou. Nu hebben we 3 grappige katten. De zussen hebben balletles. Sneeuwbal, laten we dansen. Ik ga piano doen. Hé, hey, laten we beginnen met de les. Oh, ga naar je plaatsen. Sneeuwbal, speel. Laten we het uittrekken. Ja, meer. Goed gedaan. Heerlijke splitsing. Laten we de beweging oefenen, ja? De zussen doen het goed. Ik heb capabele studenten. We hebben de beste leraar. De zussen slapen zoet. Ring, bel. Sta op en schitter. Word wakker, anders slaap je door de bal. Oh, is het vandaag? Je staat op de gastenlijst. We moeten ons klaarmaken. Oh, mijn haar. Mijn outfit.
Olaf, we zijn snel. Meiden, we zijn er klaar voor. Goed gedaan, meiden. Haast je. Gasten zijn er al. Oh, we zijn op tijd. Anna, laten we dansen. Met plezier. Wat een schattig stel. Met wie moet ik dansen? Ik hou je gezelschap. Je helpt me altijd. Het bal ging geweldig. Heerlijk weer voor een wandeling. Oh, wat is dit? Deze sneeuwjacht bewoog. Oh, het is een monster. Ah, help! De jacht is begonnen. Help me! Het monster staat vlak achter haar. Ik hoor een geschreeuw. Er zit iemand in de problemen. Prins, er is een monster! Niet aanraken, Elsa. Ik zal een sneeuwbal gebruiken. Prins gooit de sneeuwballen naar het ijzermonster. Ah! Je bent veilig, Elsa. Mijn redder. Ze haasten zich naar het paleis. Burgers verwelkomen het nieuwe koppel. Liefhebbers hadden een date. Lieverd, kijk eens wat ik kan. Je bent zo getalenteerd. Bravo. En zo. Hij schreef het woord Frozen. Wauw, geweldig. Laten we samen schaatsen. Oh, ik weet niet hoe. Ik zal je spotten en alle trucjes leren. Ze schaatsen zonder mij? Oh, oh. Arm ding, laat me je helpen. Ik zal jou ook leren schaatsen. Ze zijn zo vriendelijk. Anna en Christophe moeten werken met wat ze hebben. Lieverd, heb je het gehoord? De haan heeft honger. We moeten de kippen eten geven. Eten, eten. Help jezelf, vogels. Christophe dumpt het hooi. Oh, tijd om naar het ziekenhuis te gaan. Ze zijn ouders geworden. Onze mooie baby. Ik ben blij dat ons gezin gegroeid is. Tijd om de baby neer te leggen. Ze vindt het niet leuk. Oké, dan een nestje hooi. Wat te doen? Ik heb een idee. Ik maak een kruiwagen. Ja, ik heb alles wat ik nodig heb. Oh, hij is zo vindingrijk. Bravo, Christophe. Schat, bewonder mijn werk. Laten we hooi toevoegen om het zachter te maken. Nou, lieverd. Vind je het mooi? Het meisje is blij. Prachtig en zo comfy. Laten we gaan. Ik wil onze dochter rondleiden. Jack en Elsa zijn ook ouders geworden. Eindelijk is onze baby thuis. Ga liggen, lieverd. Het is tijd om te rusten. Wat is er aan de hand? Dit is de beste wieg. Ongelooflijk. Bladeren dwarrelen rond. De geest van de wind kwam te hulp. Er was een luifel over het bed. Kijk, ze viel in slaap. Ik denk dat de wind haar wiegde. Oh, bedankt. Stil, laten we haar niet wakker maken. Het dorpsleven heeft invloed op de baby. Je kan buiten spelen. En de vogels begroeten. Oh, mijn baby is vies. Oh, wat een klein varkentje. Oh, we moeten haar in bad doen. Ik zal wat water brengen, lieverd. Oh, dat is zwaar. Auw, ik viel. Christophe, ben je gewond? Oh, ik moet het zelf doen. Zorg voor de baby. Er is een vijver. Ja, hier is het. Laten we wat water scheppen. Oh, het is me gelukt. Nu moet ik alleen nog ervoor zorgen dat het allemaal weer meegenomen wordt. Lieverd, ik ben terug. Laten we het bad vullen en de kleine wassen. Klaar, het meisje is schoon en de ouders zijn blij. Elsa bracht de baby naar Olaf. Hey maatje, wil je op mijn dochter passen? Ik moet even weg. Okay. Als de baby huilt, geef haar dan deze fopspeen. Natuurlijk, maak je geen zorgen. Ik zal op haar passen. Ciao. Wat een schatje. Wil je een sprookje horen van oom Olaf? Maak het je gemakkelijk. Er was eens in het koninkrijk Arendelle. Slaap je al? Zo snel. Dan ga ik ook liggen. Oh, fopspeen. Zo slaap je nog makkelijker. Oh, niemand zal het weten. Zijn slaap duurde niet lang. Oh, wat is er aan de hand? De baby is wakker geworden. Hoe kan ik haar kalmeren? Twinkle, twinkle, little star. Maar de baby huilt. Oh, begrepen. Je hebt de fopspeen nodig. De baby was eindelijk stil. Oh, ik moet het sprookje nog eens lezen. Elsa heeft haar zus gemist. Oh, Anna. Lang niet gezien. Olaf! Ik ben hier.
Laten we Anna een brief schrijven. Wow. Zeg maar wat erin moet staan, dan schrijf ik alles op. We nodigen je uit voor een bezoek. Blijf je bij? Ja. En mijn handtekening. Het blijft om te verzenden. Geef de brief aan Anna. Anna en Christophe zijn druk bezig in de tuin. Hier is de duif. Stil, ga weg. Oh, hij heeft een brief. Oh, het is van Elsa. Ze wil op bezoek komen. Yes, we gaan naar het paleis. Jack wil een cadeau geven aan Elsa. Misschien een wieg met een bloemenboog? Ik heb een beter idee. Een slee. Ze heeft er zeker één. Dan een kat. Oh, dit is geen goed idee. Ze draaide zich om. Wauw, een prachtige vacht. Het is geweldig. Laten we meenemen. Elsa, niet gluren. Kijk. Wauw, het is zo warm en zacht. Wat een geweldig cadeau. Oh, Olaf, ik ben niet de enige met een nieuwe outfit. Ik kon het niet laten. Oh, jij aansteller. Alleen ik kan schitteren in een bontjas. Hou op. Het is oogsttijd. Het is tijd om de grond los te maken. Oh, makkelijk werk. Goed gedaan, Christophe. Ik zal zaden planten. Laten we de grond bevochtigen. Wat een snelheid. De eerste oogst. Ik zal verzamelen. Kijk eens hoe goed ik ben. Oh, dwaas. Je hebt de kruiden geplukt. We hebben groenten nodig. Dat is grappig. Kom op. Alles is nuttig in het huishouden. Laten we het in de kar laden. Ze zal blij zijn met cadeaus. Laten we mijn zus bezoeken. Woe! Een familievakantie. Ik heb zo'n honger. Gewoon niet te veel eten. Onzin. Yummy. Oh. Oeps, mijn buik doet pijn. Ik heb je gewaarschuwd. Rennen, rennen. Olaf, een goed moment gevonden voor een jacuzzi. Ik voel me zo slecht. Zou het door de broodjes komen? Wat gebeurt er met me? Wat is er aan de hand? Wat moet ik doen? Anna, heb je een gil gehoord? Zuster, we moeten bij haar kijken. Jongens, help! Ieder voor zich. Wacht, wat is er aan de hand? Ze zijn bang voor mij. Oh, Elsa, niet huilen. Hoe is dit gebeurd? Het gebeurde gewoon. We zullen een uitweg vinden. We zullen je zeker genezen. Elsa zit op de troon. Verstop achter een boek. Zus, hoe voel je je? Ga weg, kijk niet naar me. Oh nee, het virus neemt toe. Het gaat slecht. We lossen het nu op. Dus mijn laboratorium. Kap op zijn plaats. Instrumenten bij de hand. Laten we eerst naar jou luisteren. Oké. Adem, adem niet. Oh, duidelijke zaak. Je bent ziek. We hebben iets ernstigers nodig. Het vitaminedrankje is klaar. Oh. Zus, een tissue. Heldendaad. Ik ben vreselijk verkouden. Ze is nog erger geworden. Laten we naar het ziekenhuis gaan. Weer een werkdag in het Lalilu ziekenhuis. Abonnees, het is Norbert weer. Hi. Kwam zijn oma bezoeken. Denk je dat ik een dokter zou worden? Solide. Dokter, help. Mijn zus is onwel. Ik vraag buitenstaanders het kantoor te verlaten. Oké. Zorg voor haar. Laten we een onderzoek doen. Hartslag, waar is het? Alles oké? Je bent een zombie, lieverd. Wat? Je zal opnieuw moeten leren leven. Probeer de hersentaart. Ziet er vreemd uit, maar smakelijk. Wauw, een stevige snack. We gaan verder met de training. Loop zo. Grommend. Haar. Arr. Elsa, de dokter is bij me. Wat gebeurt hier? Wie is deze man? Van de afdeling af, bedrieger. Oeps, tot over een week in de uitzending. Je testresultaten zijn binnen. Alles is gedoemd. Ik ben een zombie. Onzin, het is gewoon een vergiftiging. Hoe zit het met de gang? Grommen? Vergeet deze onzin. Neem gewoon vitamines. Nou, goed dan. Well done. De blauwe plekken zijn weg en er zijn minder puistjes. Wow. Zus, je bent aan het herstellen. Hey. Volg de aanbevelingen op. Okay. Kan niet zonder foto om dit te onthouden. Ik ben zo groen als Shrek.
Hoe kan ik helpen? Ik haat de groene huid. En puistjes ook. Arr. Ik heb maskers geprobeerd, vloeistof, doekjes, allemaal tevergeefs. Laten we wassen met de vitamineoplossing. Misschien werkt het. Alles is nog hetzelfde. Oh, een laatste redmiddel. Hier, neem dit poeder. Alle hoop is erop gevestigd. Verbergt zich niet. Plotseling verscheen er een magische vee. Ik zal je helpen, prinses. Wat is er met de toverstok? Wat zijn jullie aan het doen? Ze heeft gewoon een schoonheidssalon nodig. Er zijn geen klanten. Anna en Elsa stormden de salon binnen. Oh, mijn oude vrienden. Transformeer haar. Oh, ik zal alles op het hoogste niveau doen. Laten we beginnen met het haar. Neem plaats. Schuim het haar. Kijk maar, schoonheid. Het is verschrikkelijk. Norbert, wat heb je gedaan? We hebben een berg beautyproducten nodig. Wauw, Elsa ziet er geweldig uit. Ik ben weer een mens. Elsa, je bent prachtig. Jee, dank je. Hé, wat is er aan de hand? Christophe, ik heb besloten je tot ridder te slaan. Miranda, breng alles wat je nodig hebt. Met de macht die de kroon mij geeft, benoem ik je tot ridder van Arendelle. Hier is je zwaard. En een mantel. Wauw, wat een eer. Gefeliciteerd, vriend. Anna, ik ben nu een ridder. Ik ben zo trots op je. Ze begonnen te dansen. Het is tijd om naar huis te gaan. De kar is aangekomen. Laten we de cadeautjes decoreren. Oh, er zijn er zoveel. De kar kon de bagage niet aan. Dat is niet goed. Het is goed, we lossen het op. Stop ermee, ik tover je een geweldige slee. Voilà, een luxe slee met een eenhoorn verscheen. Wow. Wat een schoonheid. Elsa, je bent een beste. Bedankt voor alles. Moeder legt haar dochter naast zich neer. Reis voorzichtig. Nou, laten we gaan. Wow! We wachten weer op jullie bezoek. Anna is een magisch bos aan het verkennen. Wat een vreemde plek. Magische planten en mooie lichtjes? Ik kan niet geloven dat dit vlak naast het kasteel is. Waar komt deze deur vandaan? Ik wil zien wat er binnen is. Ze gingen er doorheen en belandden in de moderne stad Ladytown. Wauw, waar ben ik? Alles veranderde, zelfs haar kleding. Phew. Ik zal voorzichtig zijn. Juffrouw, we hebben u in de gaten gehouden. U heeft een geweldige stijl en een goed loopje. U zou mee moeten doen aan onze talentenjacht. Dank u, dat ga ik doen. Bye. Wat een mooie dag. De storm is voorbij. Kijk Elsa, ik kan lopen met mijn ogen dicht. En hij stuit op een mysterieuze poort. Oh, een magische deur. Wow, wat een geweldige vondst. Laat op verkenning gaan. Wat een vreemde plek. Excuseer me, waar ben ik? Welke eeuw is dit? Oké, dit is Ladytown. En het is de 21ste eeuw. Wauw, ik ben in de toekomst. Ik wil zien hoe het hier is. Olaf volgt Elsa. Het is tijd voor de talentenjacht. Een turnster is als eerste aan de beurt. Maar haar vaardigheden maken geen indruk op de jury. 0 punten? Waarom? Geen zwemkleding toegestaan. Het arme ding liep weg. Als volgende een ballerina. Maar ze heeft niet genoeg geoefend. En ze krijgt maar 20 punten. De clown deed het ook niet zo goed. Ze had haar bewegingen scherper kunnen maken. Ze krijgt een slechte score. Eindelijk is het de beurt van Anna. Hello. Zodra ze begint te zingen, zijn de juryleden gebiologeerd. Haar stem is zo mooi. Zij moet de winnaar zijn. 100 punten. Dankjewel. Je bent zo getalenteerd. Laten we meteen het contract tekenen. Je bent perfect voor ons. Nee, laten we dat doen.
Het is 3 uur? Jakkes! Oh. Ze ging naar haar favoriete koffieshop. Ik wil een grote kop extra sterke koffie. Ik zal het opdrinken. Jee, ik ben wakker. Ik kan aan het werk. De meisjes gaan naar de kleedkamer. Neem uw plaats in. Anna laat haar make-up doen. Ik ben zo nerveus dat ik het niet goed zal doen. Kom op, je gaat het geweldig doen. Ah, bedankt voor de steun. Tijd voor de laatste voorbereidingen. Wauw, ze heeft echt de bloemen op haar microfoon. Geweldig! En ze zeggen hallo terug. Haar mooie stem maakt iedereen verliefd op haar. Goed gedaan, Anna. Een staande ovatie voor jou. Elsa werkt aan een nieuw ontwerpproject. Maar ze wordt moe. En ze morste water op haar laptop. Oh nee, vaarwel computer. Ik moet hem laten repareren. Maar toen was ze bij de Apple winkel. Tot ziens, oude laptop. Ik koop wel een nieuwe. Hallo, kan iemand me helpen? Oh, hallo Elsa. Het is al een tijdje geleden. Ik heb een baan gevonden. Ik vind het hier geweldig. Cool, wil je me helpen een MacBook te kiezen? Ik weet er niks van. Natuurlijk, hier is wat we hebben. Wat dacht je van de nieuwste? Elsa koos een zilveren MacBook. Wow. Nu kan ze zo snel werken en het is nog leuk ook. Haar assistent maakt drankjes. Heb je dorst? Ja, zeker. Bedankt. Oh, is er iemand op bezoek? Verrassing. Wat een geweldige dag. Je krijgt je eerste gouden plaat. De verkoop gaat geweldig. Iedereen houdt van je. Anna is trots op zichzelf dat ze deze prijs heeft gekregen. Telkens als ik er naar kijk, zal het me eraan herinneren om moedig te zijn en mijn hart te volgen. Elsa is een beroemde ontwerpster. Haar merk heet Frozen. Ze is altijd bezig. Ik zal dit jurkontwerp aan de muur hangen bij de rest. Phew, ik heb zo hard gewerkt. Ik heb een pauze nodig. Nee, je moest deze jurk nog afmaken. Elsa, help ons net zo stijlvol te zijn als jij. Oké, laten we wat outfits uitzoeken. De meisjes hebben zich allemaal omgekleed. Nu kunnen ze chillen op de bank en kletsen over mode. Elsa is hard aan het werk in haar atelier. Ze heeft het zo druk. Ze heeft geen planners meer, terwijl haar agenda probeert te organiseren. Waar kan ik mijn nieuwe idee opschrijven? Wauw, je ziet er druk uit. Hier, neem deze planner. Je kunt er al je plannen in opschrijven. Bedankt, Olaf. Nu weet ik precies wat ik aan het doen ben. Anna gaat na het concert terug naar de kleedkamer. Oeh, wat een opluchting. Ik heb het gedaan. Terwijl ze haar haar laat doen, komt de producer binnen. Je bent een ster. De hele wereld moet je horen. Ik heb een verrassing voor je. Een enorme tourbus rolt aan de meisjes toe. Ik kan het niet geloven. Is dit allemaal voor mij? Ja, je gaat de hele wereld zien. Dank je wel. Anna ging op wereldtournee en gaf uitverkochte shows in de grootste stadions. Een grote golf bracht haar naar een verlaten eiland. Anna, we zijn helemaal alleen. En er is niemand in de buurt. Ze zullen moeten wennen aan een nieuwe manier van leven. Er is niemand in zicht. Oh, het is zo warm. Anna's kleding is geen goede keuze voor een verlaten eiland. Er zijn geen ballen op het verlaten eiland. Laten we afscheid nemen van rokken en korsetten. Het is tijd om te veranderen. Anna ging achter de dichtstbijzijnde struik. Er is hier niemand. Zeg hallo tegen een nieuwe Tropicana. Het is zo makkelijk om in een palm om te klimmen om wat kokosnoten te pakken.
Waarom heb ik me niet omgekleed? Ik zal mijn zus bellen. Deze hit is ondraaglijk. Alsjeblieft, schijn niet zo fel. Misschien zal een blad helpen, maar dat is niet waarschijnlijk. Dat is het. Het is tijd om te veranderen. Het is hoog tijd dat we wat doen. Nu voel ik me wel beter. Elsa ziet eruit alsof ze de koningin van een eiland in deze nieuwe outfit is. Ze heeft zelfs een hoofdband met veren voor zichzelf gemaakt. Mijn benen willen dansen. Het geluid van de golven zal onze muziek zijn. Olaf werd wakker na een schipbreuk. Wat? Waar is iedereen? Ik moet boven in de boom kijken. Oh, ik zie mensen. Ik wist het. Voor ik ze ontmoet, moet ik de juiste outfit aantrekken. De materialen die jij vond kwamen echt van pas. Hallo jongens, hoe gaat het met jullie? Hey. Waar komen jullie vandaan? Hoe heet je? Alle eilanden weten over mij. Ik breng alles samen. Wauw, ik wil dezelfde verenhoed. Het is een exclusief ontwerp. Ons plaatselijk vermaak is touwslingen. Ja, het is zo leuk. Ik kan niet tegen deze hitte. Anna kwam op zoek naar iets om haar hoofd mee te bedekken. Een schelp? Oh, dat is te zwaar. Netten zijn het niet. Ik kan verstrikt raken en in het zand vallen. Oh, frisse lucht. Na de tropische hitte komt de storm. Oh, we kunnen dit gebruiken. Ik zal mijn fantasie gebruiken. Aha. Anna verzamelde bladeren die de wind naar beneden scheurden. Wie heeft het goed gedaan? Ik. Elsa kreeg honger, maar er is niemand om haar lunch te brengen. Wat kan ik hebben? Oh, vis. Ik zal proberen hem te vangen. Maar de vis was snel. Olaf, alle vis zwom weg. Wie vangt er vis met zijn handen, gekkie? Ze maakten samen een harpoen. Nou, Elsa is klaar om vis te vangen, zodat ze niet hongerig blijft. Oh, het is gelukt. Ik heb zelfs een vis gevangen. Anna kreeg dorst. En het water raakte op. Oh, no. Water, ik heb water nodig. Het meisje dacht aan kokosnoten, maar die zitten hoog. Olaf, bedenk iets. Please. Makkelijk, we hebben een speciaal gereedschap nodig. Geef me een lift. Dit zal niet werken. Laat het proberen. Okay. Anna reikte, maar zonder nut. Jij wint. Dat is veel beter. Olaf kwam terug met gereedschap om fruit te rapen. Wow. Ik leerde deze hek van de lokale bevolking. Ja, we hebben een kokosnoot. Dit apparaat werkt. Woehoe. Geweldig, ik zal je helpen cocktails te maken. Yeah. Alsjeblieft, lieverd. Het is een leuke familieavond. Het weer is zo veranderlijk. Het ene moment is het zonnig en het andere moment stormt het. De meiden maken ruzie over de juiste manier om een tent te bouwen. Rustig, er is geen tijd om ruzie te maken. De zussen gaan aan de slag. Maar de pogingen om iets te bouwen gaan niet goed. Meisjes, volg mij. We kunnen ons verstoppen in de tent. Wauw, Olaf, hoe heb je zoiets kunnen bouwen? Er zijn mijn geheimen verteld en ik zal jullie helpen. En voor nu horen we de geluiden van de regen. De lokale stam houdt niet van vreemden. Aha. Om het land te beschermen, maken ze vallen. Ze verstoppen zich in de bosjes en de buurt. Ze bedekten de kooi met stro. Elsa liep rond op het eiland. Plotseling grepen houten staven haar vast en tilden haar boven de grond. Oh, no. Ja, we hebben degene gevangen die je onze opbrengst vernielde. Dit moet een goede vergissing zijn. Hé, vrienden, hebben jullie het gedaan? De luipaard was degene die de oogst vernieuwde. Jullie kunnen de voetafdrukken zien. Dit is koningin Elsa. Jullie moeten haar onmiddellijk bevrijden. De stam bevrijdde Elsa onmiddellijk. Het is een eer voor ons om de nieuwe koningin te ontmoeten. De stam heeft besloten Elsa te kronen. Het is je geluksdag vandaag. Het meisje kreeg een prachtige kroon. Elsa zit op de troon. We verwelkomen onze koningin. Onze glorieuze koningin. Ik beloof je vriendelijk en eerlijk te zijn. Yay! Het is tijd om weg te zwemmen. Elsa en Olaf besloten op het eiland te blijven en de lokale stam te heersen. Uh-huh. Ik wil geen afscheid nemen. Wacht, we hebben iets voor je. Neem dit geschenk om onze vogels te herinneren. Jullie zullen de goede vrienden worden. Thank you. Bedankt, zus. Ik zal je missen. Bye. De lokale bevolking heeft vriendelijk geholpen om het te maken.
Is het echt veilig? Ik probeer het toch? De kracht van liefde kan je helpen om ongelofelijke dingen te doen. Anna zwom naar Christophe's schip. Ze zijn weer samen. De zusjes beleefden een onvergetelijk avontuur.